Heb je altijd al willen weten hoeveel geld YouTubers verdienen? Blijf dan zeker kijken. Vandaag ga ik jullie een inkijkje geven in mijn analytics en laat ik precies zien hoeveel ik in de maand mei heb verdiend. Hoi allemaal, mijn naam is Jorik en welkom terug op mijn kanaal. Mocht je nou nieuw zijn hier, vergeet je dan niet te abonneren en een blauw duimpje omhoog zou ik zeker waarderen. Vandaag is een iets andere video als normaal. Normaal gesproken praat ik altijd over beleggen en over crypto, maar ook een beetje over financiën en daar valt dit wel een beetje onder. Al is dit meer voor entertainment dan echt leerzaam, ga ik het toch laten zien, omdat hier veel vraag naar is. Zelf vind ik het ook altijd heel tof om te zien wat YouTubers verdienen en ik vind het ook tof als ze daar heel open in zijn. Heel vaak laten ze niet alles zien of praten ze niet over de sponsorships of laten ze maar van één video iets zien. Ik ga jullie gewoon van de hele maand mei alles vertellen en laten zien wat ik heb verdiend. Ik ga jullie laten zien hoeveel geld ik heb verdiend uit mijn inkomsten van advertenties op YouTube. Ik ga jullie ook vertellen hoeveel ik verdien met affiliate marketing en met sponsordeals en sponsorships op mijn kanaal. Dus sinds eind april is mijn kanaal monetized en dat betekent dat ik dus advertenties kan afspelen op mijn video's of voor mijn video's en daarmee kan je geld verdienen. Hiervoor moet je 1000 subscribers behalen en 4000 watch hours. Nou, die 1000 subscribers is een minder groot probleem dan die uren, dat duurt echt iets langer. Dus ik zat op 1500 subscribers toen ik dat had behaald en dat betekent dat ik dus sinds eind april advertenties kon draaien. Dus in deze video ga ik jullie precies een inzicht geven op mijn analytics en dan kan je precies zien hoeveel ik heb verdiend. Verder ga ik ook vertellen hoeveel ik verdien met sponsorships en met affiliate marketing. Mocht je nou voor specifieke onderdelen op zoek zijn wat je wil weten hoeveel ik daarmee verdient, dan zal ik timestamps plaatsen in de beschrijving en dan kan je simpelweg doorklikken naar het punt wat jij wilt zien. En wat goed is om te weten is dat de advertentieinkomsten bij YouTubers ontzettend ver uit elkaar liggen. Afhankelijk van het type content dat je maakt, dus een bepaalde niche waar je video's over maakt, betalen adverteerders meer of minder. Adverteerders kunnen namelijk op bepaalde keywords bieden waarop ze hun advertenties laten weergeven en dat verschilt gewoon heel erg. Als je bijvoorbeeld gewoon gaming video's maakt, dan zal jouw doelgroep een stuk jonger zijn. Dus dat betekent dat die minder geld te besteden hebben. En daarom zullen vaak die kosten ook lager liggen. Daarnaast zijn ook de producten die verkocht worden vaak veel goedkoper. Bijvoorbeeld apps waar in-app purchases gedaan worden of bijvoorbeeld een game van 60 euro. Bij financiële video's ligt dat getal een stuk hoger. Dat komt namelijk omdat de gemiddelde leeftijd die kijkt hoger is. Het zijn vaak mensen die meer geld over hebben of te besteden hebben. En de artikelen die worden aangeprezen zijn vaak producten die je vaak voor heel lang afneemt. Bijvoorbeeld een verzekering of een doorlopend abonnement of bijvoorbeeld een broker die jou probeert te strikken om aandelen te gaan handelen op het platform. En als je eenmaal binnen bent bij zo'n broker kan het best zijn dat je 5 of 10 of 20 jaar lang klant blijft. En zo kan er dus uit een conversie veel meer worden verdiend en daarom liggen die kosten ook veel hoger. Kanalen in de financiële sector zullen vaak 5 tot 10 keer zo hoog liggen qua gemiddelde advertentie inkomsten dan gemiddelde andere kanalen en daarom zal het bij mij dus ook een stuk hoger uitvallen. Ik ga jullie nu meenemen in de weergave op mijn computer en dan zal ik er nog wat meer over vertellen en dan zal ik precies laten zien hoeveel geld ik verdien per 1000 weergaven en ook wat ik in de hele maand mei heb verdiend. Oké, ik heb mijn analytics geopend en je kan nu precies zien hoeveel ik heb verdiend in de maand mei. Ik heb het filter aangezet hier op 1 mei tot en met 31 mei en daaruit komt een inkomsten van €326,75. En dat is met een gemiddelde weergave van ongeveer 36.700 weergaven. Dat is natuurlijk ontzettend hoog en dat komt neer op bijna €10 per 1000 weergaven. En dit is het bedrag wat ik heb verdiend nadat YouTube zijn deel heeft afgenomen voor hun eigen inkomsten. Ik ga nu even switchen naar het tabje opbrengst en dan kan je iets meer informatie zien. Allereerst zie je hier de CPM. En de CPM is eigenlijk het getal wat adverteerders betalen per 1000 weergaven op mijn video's. En dat is dus €13,86. En dat is voordat YouTube zijn deel pakt. Hetgene wat ik betaald krijg van al dat geld is per 1000 views €8,91. Nou, ik klik hier bijvoorbeeld even op en dan zie je dat het heel erg fluctueert. De ene dag is het $16 of euro, maar de andere dag is het maar €11. Dat is heel erg afhankelijk van de video's en van de onderwerpen. En ik ben zelf nog een beetje aan het kijken wat is dan wel en wat is er dan niet wat er hoger uitvalt. Het is bijna geen pijl te trekken, maar er zitten bepaalde algoritmes achter en waarvoor bedrijven betalen. En zoals je kan zien, ik heb de hoogste hier op 17 of zelfs €18 per 1000 weergave, terwijl de laagste is €10. Dat is gewoon bijna de helft. En dit is per dag, dus je ziet ook het verschilt gewoon per dag en per video zal het gewoon heel veel verschillen. En ook bij RPM zie je eigenlijk hetzelfde, dezelfde dipjes eigenlijk, zie je daarin terugkomen. Nou, de totale opbrengst voor deze maand die is dus €326,75, wat ontzettend veel is voor mijn aantal subscribers en weergaven.
Maar wat ik net ook al in de intro zei, YouTube betaalt uit, of tenminste de adverteerders die bieden op bepaalde keywords, bepaalde onderwerpen en bepaalde leeftijden. En als die leeftijd wat gemiddeld hoger is en de onderwerpen wat meer over bijvoorbeeld financiën gaan, dan ligt dat gewoon een stuk hoger. Ik denk dat het gemiddelde voor Nederlandse kanalen is tussen de 1 en de 3 euro. Heel erg afhankelijk van wat voor content je maakt en hoe oud je weergave of je viewers zijn. Ik zag bijvoorbeeld laatst een video van een vlogger die verdiende echt nog geen euro of rond de euro per 1000 weergave. Ja, bij mij ligt dat dus gewoon 9 keer zo hoog. Dus dat verschilt gewoon ontzettend erg per onderwerp en per leeftijden die bij jou je video's komen kijken. Nou, zoals je hier ook kan zien, ik heb eind april mijn advertenties kunnen aanzetten. Dus toen heb ik ook al een paar tientjes verdiend. En ook begin juni kan je het al zien. Nou, zoals je ziet, ik ben hier vrij open in. Ik vind het helemaal niet erg. En ik vind dat ook zelf tof om te zien bij andere kanalen. En zodoende ben ik daar heel open in. Mocht je daar dus nog vragen over hebben, laat het zeker weten. En dan beantwoord ik die absoluut in de comments. Nog één ander ding trouwens, het leidt overigens op heel veel geld. Het is natuurlijk ook best wel veel geld wat ik hiermee extra kan verdienen. Het is natuurlijk wel zo, als ik het terug ga breken naar het aantal uren wat er in de video zit, dan is dat niet heel veel per uur als ik het zo ga terugrekenen. Zoals je hier kan zien heb ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 video's gepost in deze timeframe. Nou, ik ben gemiddeld gewoon een uur of 4 bezig per video. En dan heb ik het nog niet over het reageren van berichten en op comments en op social media. Maar voor de video zelf ben ik zeker 3, maar vaak gemiddeld wel 4 uur bezig. Dus dat komt neer op 44 uur ongeveer. En dan is dit dus minder dan 10 euro per uur wat ik verdien. En daarnaast moet er nog belasting af. Dus einde van de streep is het nog steeds een heel laag tarief wat ik daarover verdien als je het zo gaat berekenen. Maar het is natuurlijk mooi meegenomen om elke maand extra te kunnen investeren. En overigens moet er dus ook nog belastingen betaald over worden, dus het bedrag zal nog eens een keer bijna halveren. Maar al met al een mooi extraatje wat ik hiermee verdien. Zoals je hebt kunnen zien is dat dus een mooi bedrag. Ik ben ook erg blij met de advertentieinkomsten die ik hieruit kan genereren, want die kan ik weer verder investeren. Dan ga ik nu met jullie nog even kijken naar mijn inkomsten uit affiliate marketing en uit sponsorships. Ik heb namelijk de afgelopen maanden en vooral de afgelopen maand ook heel veel e-mails gehad om samen te werken met bedrijven, maar ook heel veel met bepaalde cryptomunten. Ik heb natuurlijk een aantal video's gemaakt over bijvoorbeeld SafeMoon en andere kleinere cryptomunten en die hebben het heel goed gedaan. En zodoende zijn er veel nieuwe cryptomunten die daarop inspringen en van mij vragen of ik die munt wil promoten. Nou, tegen deze munten zeg ik eigenlijk altijd nee. En dat doe ik namelijk omdat ik gewoon simpelweg wil kunnen praten over wat ik wil. En ik wil niet vastzitten aan bepaalde munten of dat ik munten promote waar ik niet achter sta. Dus de content die je op mijn video's ziet is nog nooit gesponsord geweest. Ik praat altijd over onderwerpen die ik zelf interessant vind en waarvan ik zelf denk die interessant voor jullie zijn. Ik wil natuurlijk ook gewoon de geloofwaardigheid van mijn kanaal in acht nemen en het gewoon serieus blijven doen. En daarom heb ik dus al deze sponsorships tot nu toe altijd geweigerd. Dus sponsorships over bepaalde kleine cryptomunten die weiger ik altijd af. Ook al betalen die soms ontzettend veel geld, meer dan ik in een maand heb verdiend met YouTube, voor één simpele video. Verder heb ik ook nog een aantal andere sponsorship deals aangeboden gekregen, waar ook redelijk veel voor wordt betaald, maar die eigenlijk niet echt helemaal passen in het type content dat ik wil maken. Mocht dat wel gesponsord zijn, dan zal ik het altijd duidelijk vermelden in de video dat het gesponsorde content is, zodat je dat ook weet en dat je weet waar het vandaan komt. Maar vooralsnog zijn mijn inkomsten uit sponsorships altijd nog 0 euro. En het volgende punt is affiliate marketing. En affiliate marketing, dat betekent eigenlijk dat ik een bepaalde website of een bepaald linkje aanprijs met mijn referentiecode daarin. En als je je dan aanmeldt of inschrijft of bijvoorbeeld geld stort op een platform, dan krijg ik een bepaalde commissie, bijvoorbeeld 10 of 20 euro per persoon die zich aanmeldt. Vooralsnog ben ik hier nog niet mee bezig geweest, omdat ik simpelweg mijn kanaal nog relatief schoon wil houden en niet te veel bezig wil zijn om van alles te promoten. Ik ben wel in de achtergrond aan het werk met bepaalde partijen om te zien of dat interessant is voor mijn kanaal. Alleen tot nu toe zijn de onderwerpen of de producten die dat zijn geweest nog niet interessant genoeg. Ik wil natuurlijk alleen dingen aanraden waar ik echt 100% zeker zelf achter sta. Zo ben ik bijvoorbeeld aan het kijken of ik bijvoorbeeld een affiliate link met de Giro kan krijgen en dat soort producten. Het kan dus zijn dat je in de toekomst een linkje ziet staan waar jij kan aanmelden bij een bepaalde broker of een bepaalde crypto exchange. En dan krijg ik een bepaalde commissie daarvoor terug als jij je aanmeldt of als je bijvoorbeeld een bepaald minimumbedrag stort. Vooralsnog is dat dus niet het geval, dus ook vanuit affiliate marketing verdien ik nog niks. Maar daar zal in de toekomst misschien wel wat verandering in komen. Het kan dus zijn dat je in de toekomst onder mijn video's deze linkjes zal zien. En dan weet je dus dat je daarmee ook mijn kanaal kan supporten. Wel zullen dit altijd dingen zijn waar ik zelf achter sta en zal ik nooit producten of programma's aanbevelen
waar ik niet achter sta. Nou, dit zijn dus mijn inkomsten vanuit YouTube van de afgelopen maand. Ik ben heel erg benieuwd wat je hiervan vindt. Ik vind het zelf altijd heel tof als hier YouTube-kanalen gewoon zo heel open over zijn. Ik vind het leuk om te zien. Dus ik hoop ook dat jullie het tof vonden om te zien. Als je het leuk vond, vergeet geen blauw duimpje omhoog achter te laten. En wil ik je bedanken voor het kijken. En dan zie ik je weer in de volgende video.